Goedemorgen allemaal, welkom weer bij een nieuwe Yin Yoga les. Ik heb vandaag voor jullie twee oefeningen. Oefeningen voor de voet en de enkel. De toe squat en de ankle stretch. Voel je tijdens de oefening dat het niet echt voor jouw voeten lekker aanvoelt? Stop er dan mee. Er zijn nog zulke andere fijne Yin Yoga oefeningen om te doen. We beginnen eerst weer even met het zijn. Dus sluit even voor een moment je ogen. Kom zitten in de houding die jij prettig vindt. Ontspan je schouders. Oké, sluit je ogen. Haal rustig in en uit door je neus. De adem naar binnen. Zit. Maak je rug lang. Ontspan je schouders. En observeer je adem. Waar is je adem? In het borstgebied. Of in je buik. Alleen maar observeren. Je hoeft er niets mee te doen. En open rustig je ogen. We gaan beginnen. We gaan beginnen met de toe squat. Een uitdagende houding. We gaan de tenen rustig in de mat zetten. Kom op heupbreedte zitten met de benen. Probeer de lijn van je hiel ook recht achter de knie te krijgen. Laat ze niet naar binnen vallen, echt in het midden. Wat je kunt doen als de grond erg hard is, is dat je even een dekentje onder de knieën legt ter bescherming van die knieën. Wat je ook kunt gebruiken is de dikke rol van je deken. Die kun je onder je neerleggen als je dadelijk niet helemaal op die hielen kunt komen. Is dit nog te veel voor je tenen? Kom dan rustig omhoog, zodat alleen de tenen in de vloer zitten. We gaan deze oefening niet te lang doen, zo 1,5-2 minuutjes, want hij is best pittig. Probeer alle tenen stevig in de vloer te voelen. Het is een stretch van alle kleine bordjes in je tenen. En de meridianen die beginnen in de voeten zijn bij deze oefening de lever, de gal, de mild en de maag. Die beginnen in je voeten. Oké. Zoek eerst je positie. Of zo, of op deze manier, of als je al meer kan, rustig op je hielen. Zorg dat alle tenen lekker in de mat zijn. Schouders zijn weg van je oren, je rug is lang,
ontspant in de houding. Leg je handen rustig op je knieën. Daar gaan we. Toe squat. Sluit je ogen. Adem rustig in en uit door je neus. Genoeg is voor jou, dan kom je rustig uithouding omhoog en laat de tenen nog steeds in de vloer staan, maar minder intensief. En onder de voeten zitten alle drukpunten die in verbinding staan met de organen. En het zenuwstelsel. En dan draag je de tenen helemaal los. Leg je de wreven neer. Breng jezelf naar achter. En plaats de handen even voor je en je voorhoofd erop. En relax. Laat de tenen even met rust. Mooi, dan kom je even omhoog. Dan mag je even rustig. Die beginnen in de voeten. En dat is dus weer de lever, de gal, de maag en de mild. Je kunt weer het dekentje onder je knieën leggen. Maar je kunt ook nog een dekentje extra onder je billen leggen, je hamstrings. Is iets minder intensief. Ook hier weer heb je last van je knieën. Kijk of het gaat en anders sla je deze oefeningen echt over. Dus luister goed naar je lijf. Wat goed voelt. En als het niet goed voelt, stop ermee. Oké, de enkel stretch. Als volgt kun je, wat ik al zei, deze eronder leggen. En rustig blijven zitten. Maak je voeten lang en zit op je hielen. Om het wat intensiever te maken en wat meer strekking te voelen in de quadriceps,
kun je een beetje naar achter hangen. Komt wat meer druk en compressie op je wreef. Wil je nog wat verder? Kom je omhoog met de knieën. Maak je rug lang. Ontspan je blik. En leg je handen weer rustig op je knieën. Een mooie enkel stretch. Voor de meridianen, de fascia, de bindweefsel. En heel rustig gaan we weer 1,5 tot 2 minuutjes deze oefening doen. Dus zet de oefening in. Of gewoon op deze manier wat tussen de billen en de benen. Of de intensievere vorm. Rol langzaam naar achter. En is alles pijnlijk en gevoelig? Stop. Let's go. Ontspan je tong, je ogen. Voel bij jezelf of het goed voelt. Bent, laat de inademing vanzelf weer opkomen. Je lichaam weet wanneer je weer de adem in wil halen. Observeer. Voel de warmte er doorheen stromen, de ontspanning komen. Voeten zijn heel, heel belangrijk, dus verzorg ze goed. De enkels, verzorg ze goed. Kom even zitten. Steun op je onderarmen. En kom even rustig liggen in Shavasana. En voel deze 2 oefeningen even rustig na. Misschien zit er toch nog een klein beetje spanning in je lichaam. En laat die dan nu heerlijk los. Observeer weer de adem.
Voel je voeten. Voel de enkels. Voel je tenen. Geniet even na. Open rustig je ogen. Adem nog een keer diep in en rek je rustig uit. En ontspan. Plaats de voeten achter je billen. Schud de benen lekker los. Bounce even op die kundalini. Energievoorziening. Rol naar je linkerzij. Rustig omhoog. Dit waren de twee oefeningen. Toe squat, ankle stretch. Kijk of het bij je past. En geniet ervan. Wat je altijd kunt doen, is als deze oefeningen te heftig zijn, dat je lekker een olietje pakt. Amandelolie, lavendelolie, wat voor olie dan ook. En masseer maar eens heerlijk je voeten. Je tenen. De bal van de voet. Onder al die plekken onder jouw voet communiceer je met je hele lijf. Met je organen, met je zenuwstelsel, met je wervelkolom. Dus masseer regelmatig maar eens lekker je voet. Kijk ernaar en wees er lief voor. En strijk aan het einde rustig met zachte bewegingen. De wreef van je voet omhoog. Dank jullie wel. Tot gauw weer.